De grote doos van doTERRA van januari met de bestelling. En ik ga samen met jullie unboxen. Laten we even lekker lostrekken. Het is een mooie grote doos, net groter dan A4 dit keer. Wel heel mooi, die nieuwe dozen die ze tegenwoordig ook hebben. Let's check. Ja, binnenkant ziet het er goed uit. Leuk. Als eerste heb ik natuurlijk de blender bottle besteld. Tijdelijk artikel. Ik hoop dat als je inlogt dat je dan nog kunt krijgen. Of als je een nieuwe bestelling doet voor je proteïne. Het is echt super handig als je deze gaat gebruiken voor je MetaPower. En zijn ongeveer vergelijkbaar qua prijs ook met zo'n vergelijkbare fles shaker. Die je ook bij bol.com kunt krijgen. Het is een handig balletje in en dat zorgt ervoor dat het MetaPower poeder of proteïnepoeder goed er doorheen gaat. Stop je erin, poeder erbij, water erbij en shaker. En in het geval van de proteïne kun je natuurlijk ook melk gebruiken. Ja, mooi ding. PPA, safe, plastic en een blender bottle. Nou, dan heb ik ook de proteïne besteld. Ik ben heel benieuwd. Dit zijn de verpakkingen. De chocolade. Ik heb ze besteld voor mij en voor mijn zoon. En mijn zoon, omdat hij van die shizzle proteïne kocht bij een online webshop waar dan wij proteïne in zit, wat ik niet zo fijn vind. En waarvan ik eigenlijk niet goed weet wat voor andere chemicaliën en kleurstoffen en smaakstofjes zijn toegevoegd. En ja, we hebben hier in de doTERRA Talk van deze maand over gehad. En lijkt mij een heerlijk product. Twee keer de nieuwe zeep. Lekkere zeep met een beetje scrub erin. Dan de volgende grote zak is de vanilleproteïne. Even kijken welke smaak het lekker is. Ik vind deze een beetje lekker schitterend. Het zonnetje schijnt buiten. Het is koud, maar het zonnetje schijnt. De proteïne met de smaak vanille. Super handige verpakking. Dan voor mijn neefje of voor mezelf. Ik weet nog niet zeker wat ik doe. Voor mijn neefjes of voor mezelf of voor mijn nichtje. De zeep, de baby wascrème, in plaats van die gele die veel mensen gebruiken, die toch wel heel chemisch is. Er zitten heel veel geurstoffen, parfums in, waarvan ik het niet zo fijn vind op een kinderhuidje. Het ruikt natuurlijk wel lekker, maar ja, of dat nou zo handig is? Nou, ik denk niet. Volgende doosje, die ze dit keer niet dicht hebben gedaan, waar ik dan wel blij mee ben, want dan is die her te gebruiken. Het is echt super mooi pakje. Weer heel handig om een tube Deep Blue bijvoorbeeld in te versturen. Nou, heel blij dat deze weer terug zijn. De zinkzalf. Dit is zo'n fantastisch product, ladies en mannen. Ja, het is een wat dikkere zinkzalf. Het komt omdat hij helemaal puur natuur is met non-nano zink. Dus geen deeltjes die in je lichaam terecht kunnen komen. Het is echt super voor de babybilletjes natuurlijk. Maar ook voor de dames of heren. Die misschien, waar de huid, misschien eens wat gezetter bent. Zoals ik. En je gaat zomers lopen, dan komen je benen tegen elkaar aan. En dan kan het wel eens zijn dat dat rood wordt. En minder fijn voelt. Of misschien bepaalde plekken waar je huid over elkaar heen valt. Dan is dit ideaal. Misschien heb je plekjes van het sporten of van het schuren. Of, dan is het een ideaal iets. Deze pomp hoort natuurlijk nog bij de badschuim of de doucheschuim, waardoor het een heerlijke foam wordt. Dan de console. Altijd lekker de troostroller voor mensen die een beetje verdrietig zijn, die iemand in de omgeving hebben kwijtgeraakt of die een heftige gebeurtenis meemaken. En het is gewoon een echte knuffel in een flesje, dus heel lekker. Bij ons thuis was ook de lavendel er doorheen, gebruiken we heel veel. Het is net zo'n Zwitserse zakmes, daar kun je natuurlijk van alles mee. Heerlijke olie. Titri was ook op, gebruiken we onder andere voor het schoonmaken van het gezicht en het aanstippen van onzuiverheden. Tegenwoordig adviseer ik eigenlijk ook om deze voor dun te gebruiken, omdat in heel zeldzame situaties mensen erop kunnen reageren. Dus voor iedere nieuwe olie die je in huis hebt, check altijd eerst even op je pols of jij er tegen kan. En mijn gratis flesje, omdat ik voor de 15e van de maand besteld heb, gratis flesje frankincense. Ter waarde van 107 euro. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En omdat ik een terugkerende bestelling bij doTERRA heb, een cadeautje bestelling. Een gratis flesje Balance. Ook voor mezelf. Hou ik lekker of geef ik weg aan mensen als monstertjes
En nog een flesje titri, omdat die zo hard gaat. Dat was mijn bestelling voor deze maand. Ik ben benieuwd wat jullie besteld hebben. Laat het me weten.